De wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby liep gisteravond uit op een massale vechtpartij. Na het laatste fluitsignaal ging het onder meer mis op de hoofdtribune, waar een grote groep aanhangers uit Zweden zat. Tientallen supporters gingen met elkaar op de vuist. Een van de Zweedse supporters raakte daarbij gewond, nadat hij van de tribune viel. FC Twente-directeur Paul van der Kraan reageerde na afloop op de vechtpartij. Naar mijn idee duurde het ook allemaal erg lang na afloop van de wedstrijd. Ik begrijp niet dat de spelers zelf niet doorhebben dat er wat gaande is. En de druppel was naar mijn idee dat de spelers van Hammarby voor dat vak op de hoofdtribune ook nog eens een keertje gingen staan. Ja, dan gaat het hard. Ook vond hij dat het lang duurde voordat er werd ingegrepen.